De gemeente Tiel gaat de eigendom van woonwagenstandplaats en huurwoonwagens overdragen aan woningcorporaties. Kleurrijk Wonen neemt op korte termijn 6 woonwagenlocaties in Tiel over. Het verhuren van standplaatsen of woonwagens is geen wettelijke taak van de gemeente. Het is een taak van de woningcorporaties. De gemeente Tiel en Kleurrijk Wonen hebben afgesproken om jaarlijks minimaal 1 woonwagenlocatie over te dragen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen, het afgeven van omgevings- en huisvestingsvergunningen en het handhaven van de openbare orde in het bouw- en woningtoezicht. De openbare gronden, zoals het groen en de wegen, blijven in eigendom van de gemeente.